Vorig seizoen lieten we zien dat de afstelling van het blaasapparaat, dat de politie op straat gebruikt als voorselectie voor alcohol in het bloed, het toelaat dat een bestuurder met minimaal 9 glazen bier achter zijn kiezen zonder juridische kleerscheuren door een alcoholcontrole kan komen. Ondanks aanvankelijke geruststellende woorden van de minister van Verkeer en Waterstaat lijkt de consequentie van die boodschap in Den Haag nu toch langzaamaan door te dringen. Nou, inmiddels is de zaak wel wat in beweging gekomen. En ik denk dat de politiek op dit moment inziet dat het verhaal wat altijd werd gehouden van 3 is te veel, in de praktijk niet opgaat. Dat betekent dat we op dit moment in de praktijk dus een aantal mensen controleren en vervolgens zeggen, meneer, dit was de P van prima en een prettige avond. Terwijl die man of die vrouw denkt, goh, dat is mazzel, ik had 6 glazen drank op en er is niks aan de hand. Ik denk dat het verstandiger is, en daar is op dit moment dacht ik ook draagvlak voor, om de grens van 0,5 naar 0,2 te brengen. Dan is het in ieder geval duidelijk dat als je meer dan 1 glas drinkt, dat je dan toch wel de pineut bent. Enig idee hoeveel doden we aan moeten denken door alcohol? Het zijn er gauw 200 tot 300 per jaar. We zijn er een beetje aan gewend geraakt. Hè? Als er in een weekend in Amsterdam 3 doden vallen in het criminele circuit, dan schrikken we daarvan. En dan ook zinloos geweld loopt natuurlijk, houden we stille tochten voor. Ja. Maar op de weg hebben we natuurlijk ook heel veel zinloos geweld, waar geen stille tochten voor gehouden worden.